lieve vrienden. Hoe is het daar? Hier is het, kom sa. Ja, wat wil ik zijn, die zomer van twee dagen, die is weer afgelopen. Dus we gaan zo richting herfst. Blaadjes van de bomen, nattigheid, droevigheid, depressies, huilen en hopen op een goede zomer. En deze was ruk, hopen dat die volgend jaar wel goed is. Afwerken, dat doet er niet toe. Want waar het om gaat is dit. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat ons kijken. 1, 2, 3. Wat Frans is voor 1, 2, 3. Huppeta. Internationaal niet. Toetjes. Heb ik persoonlijk iets tegen toetjes? Nee. Ik heb persoonlijk niets tegen toetjes. Maar ik heb persoonlijk ook bijvoorbeeld niets tegen oliebollen. Nee? Dus dat zijn die bollen zonder krenten. Oliebollen zonder krenten heb ik persoonlijk niets tegen. Ik eet ze alleen niet. Want ik vind er geen moer aan. Dat heb ik ook met toetjes. Ik heb eigenlijk nooit een toetje. Ik vind een toetje een zoete kledder. En een zoete kledder verpest het etentje. Dus in een restaurant heb ik al geen toetjes. Maar ik heb in huis ook nooit toetjes. Het enige toetje waar ik dan van denk, nou ja, best een lekker toetje, is vla. Ja. En dan vanillevla of blanke vla. Mag dat trouwens nog, blanke vla? Is dat niet al witte vla geworden? Nee, in ieder geval dat. En anders vind ik het allemaal troep. Want zoet en gekunsteld en lastig en vervelend. En daar heb ik niet zoveel mee. En toen dacht Achmed, dan stuur ik 3 toetjes op. Het zijn wel hele moeilijke toetjes. Want kijk, je kan heel veel zeggen. Maar ik heb nog nooit een toetje gezien waar dan een kerel heel moeilijk op een fiets zit. Zijn dit gezonde toetjes dan? Lindals Kvark. Borstbes en vanillesmaak. Van nature rijk. Vetarm en suikerarm. Oh, je moet het zo lezen. Van nature rijk aan proteïne. Oh, dat is lekker. Vetarm en suikerarm. Nou, ik kan je heel veel vertellen. Maar als er iets bij mij past, is het stukje tekst. Die is vetarm. Maar dit zijn dus gezonde toetjes. Van nature rijk aan proteïne. Ja, nu sta ik bekend als een man die alles weet. Maar rijk aan proteïne. Is dat niet iets voor wat je nodig hebt bij spieropbouw? Dus als je inderdaad gaat fietsen. Kijk, hier is een mevrouwtje ook aan het hardlopen. En dat je dat dan eet, die proteïne. En dat je dan dat je spier sneller opbouwt. Denk ik. Maar dat weet ik dus niet zeker. Nou ja, vetarm betekent natuurlijk dat je echt helemaal niks te besteden hebt. En suikerarm betekent dat er weinig suiker in zit. Maar suikerarm betekent meestal dat er niet 5 kilo in zit, maar 4 kilo. Even kijken. Oh, ze hebben er gewoon aspartaan en acevulaan of wat ik van kan niet eens lezen ingegooid. Dus er zit geen suiker in, maar allemaal chemische suikers. Nou, wat lekker, dan word je niet dik. Maar je ligt binnenkort wel in het Antonie van Leeuwenhoek. Lindals Kvark. En dan denk je, was de W en de K op? Hè? Hebben ze dan maar de V en de G er neergezet? Van ja, het zal wel. Nee, want het is nummer 1 in Zweden staat erbij. Het is nou niet echt een verkooptruc waar ik denk, yes. Oh, ze vreten het in Zweden ook. Nou, dan ga ik dat ook kopen. Nummer 1 in Zweden staat er dan op die bandjes. Ja, yeah, het zal wel. Of was het nummer laatst in Zweden? Of nummer 1 in IJsland? Het maakt me niet zoveel uit. Ik koop die troep toch niet. Borstbes, vanille, stracciatella en persik en passievrucht. Goh, wat lekker. Nou, we beginnen wel met de borstbes en de vanille smaak van Lindals Kvark. Kvark. Nou, hartstikke leuk. Het is niet te geloven, maar het ruikt naar borstbeskwark. Oh, het is knetterhard. Oh nee, het is gewoon echt wel stevige kwark. Vanille, bosbes. Smaakt namelijk naar vanille in bosbes. Het is gewoon gort en gort droge kwark. Dan kun je wel blij op je fiets zitten of lekker hardlopen. En daarna zeg ik heb lekker Lindals kwark naar binnen gesmeerd. Maar ik zal je vertellen. Het gaat nauwelijks door mijn slokpijpje heen. Jezus, wat een droge troep zich. Nou, het begint lekker. Laten we dan maar gelijk die stracciatella er
achteraan gooien. Ja, ruikt naar niks. En dan moeten er dan klontjes chocola zitten, geloof ik. Oh, daar zit er wel suiker in die chocola. Lindals, kvark, stracciatella. Ja. Dit smaakt wel helemaal naar niks. Om het een beetje natuurlijk suikerarm te houden, hebben ze dusdanig miserige kleine stukjes chocola geflikkerd, dat je die ook niet proeft. Smaakt gewoon helemaal naar niks. Dit is godverdomme net stopverf. Nou, ik heb het gesodemieter over die proteïne even opgezocht. Ze doen van alles en nog wat voor je. Maar het heeft in ieder geval te maken met een gezonde levensstijl. Want dan, het is niet alleen maar dat je spieren opbouwen en een heleboel. Maar ze helpen ook met communicatie tussen bepaalde... Jezus, ik word helemaal niet lekker van die stopverf uit Zweden. Bepaalde communicatie in je lichaam en het afvoeren van viezigheid. Ik vond het een vermoeiend verhaal. Maar goed, stel dat het nodig is voor je lichaam, dan zou ik toch op zoek gaan naar iets anders dan naar Lindals kwark. Want voordat die proteïne zijn werk kan doen, ben je al gestorven. Want ik ben echt bezig om dit te verwerken. Het doet gewoon een beetje pijn. Het doet een beetje pijn in het buikje. Maar goed, er staat dus op 10% proteïne. Volgende, persik passievrucht. Nou, ik zal je wat vertellen. Persik en passievrucht, dat zijn allebei zulke ongelooflijke dominante smaken. Als dit net niks smaakt, dan steken ze die kvark maar in hun reet. Krijg je het voor elkaar. Ik zit nu echt te twijfelen of het niet nog een beetje corona-invloed heeft. Maar het smaakt echt naar niks. En ik weet het niet hoor, maar zo'n passievrucht... Dat is dan, krijg je dan meestal, als je ergens gaat uit eten, dan werkt een kok die zijn opleiding in 1970 heeft genoten. Dan krijg je een halve passievrucht erbij. Dat zijn van die mierzoete pitjes in zo'n harde schil. Nou, gooi er mierzoete persik bij, dan krijg je dan hele zoete, semi-zure smaak. Wat heeft Linda als kwark ervan gemaakt? Niks. Smaakt nauwelijks naar iets. Ja, heel ver aan de horizon zit er zo'n vlindertje persik smaak in. Maar voor de rest niks. Smaakt gewoon niks. Dit soort producten is dus ook per direct het bewijs dat van die hele afgetrainde sportfiguren altijd zo chagrijnig kijken. Want ik zou je vertellen, als ik dit moet vreten om gespierd en slank te zijn, blijf ik lekker dik. Doeg! Tijd voor de cijfertjes. Lindals kvark met extra proteïne, vetarm, suikerarm... is ook heel erg smaakarm. Het smaakt naar nakko. Het is niet te bunkeren. En het zou je vertellen. Je hebt ook wel van die kwark, dat is gladde kwark. Neem je een hapje, denk je, glijd lekker naar binnen. Dit halverwege je pijpje stopt hij ermee. Want het is zo droog als de Sinterklaas reed. Geen smaak. Geen enkele reden om dit te eten. Welke was de lekkerste? Dat was de bosbes, want die smaakte naar bosbes. Oké, daar gaan we. Lindals kvark, passievrucht, persik, niet te vreten. Een 2. Lindals kvark, stracciatella, smaakt naar niks. Maar hier en daar zie je nog wel een klein flintertje chocolade die dan net iets nog met je doet. Maar voor de rest niet te bunkeren. Een 3. Stel me onder die troepje. Lindals kvark, bosbessen vanille, is de enige waar je nog een beetje het gevoel hebt van, dat zou wel eens een bosbes kunnen zijn. En een lichte vanille aroma. Dit is allemaal bagger. Dit is ook bagger, want het is niet lekker. Het voelt vervelend aan in je keeltje. Dit is dus ook gewoon een 4. Maar waarom is deze de beste? Omdat er nog ergens een klein smaakje aan zit. Maar ik zal je vertellen, doe dit gewoon lekker niet. En overigens, dat hysterische hard rennen en dat fietsen is ook niet goed voor je. Dan krijg je last van je knieën. Dus doe dat ook maar niet. Ja? Mooi. Dag!